Dag beste YouTubers, ik heb recent een nieuwe sport verzonnen en ja, ik probeer er eigenlijk een soort hype van te maken, dus ik heb jullie hulp zeker nodig. De sport heet kipbal. Het is misschien een rare naam, maar het is wel een zeer goede sport, lijkt mij, en ook een zeer diervriendelijke sport. Nu, wat heb je nodig om kipbal te spelen? Deelnemers, minstens twee, ook twee ballen. En je hebt ook twee kippen nodig. Wat is de bedoeling van het spel? Je hebt twee groepen. Je deelt de deelnemers in twee groepen. De zoekende groep en de verstoppende groep. Beide groepen hebben een bal bij zich en een kip bij zich. De leden van de verstoppende groep gaan hun kip volgen en gaan zich verstoppen eigenlijk op de plek waar de kip staat. Dus als de kip beweegt, beweeg je mee. Als de kip stilstaat, ga je in die omgeving wat verstoppen of ja. En als de kip dan terug begint te wandelen, volg je de kip terug. En de zoekende groep. De zoekende groep heeft een bal en een kip. Ze moeten hun kip ook achtervolgen. En op die manier proberen eigenlijk de verstoppers te vinden. Dus het is de bedoeling dat je je kip naar de juiste kant leidt, zonder hem op te pakken. Hè? Dus gewoon door hem te volgen. Of door een manier te vinden om hem naar de juiste kant te leiden. Als je dan iemand vindt van de verstoppende groep, moet je je bal tegen die persoon gooien. Die persoon, indien die geraakt is, sluit die zich aan bij de zoekende groep. Maar de verstoppers kunnen wraak nemen en hebben ook een bal. Zij kunnen hun bal naar de zoekers gooien. Indien een zoeker geraakt wordt, moet die zich aansluiten bij de verstoppende groep. Het spel kan op twee manieren gewonnen zijn. Als de leden van één partij of één groep op zijn, dus bijvoorbeeld iedereen is zoeker of iedereen is verstopper, ja, dan is het automatisch gewonnen. Of als de kip een ei legt. Indien van een van de partijen de kip plots een ei legt, is die groep automatisch gewonnen en wordt het spel stilgelegd. Dat was kipbal. Dat waren toch de regels die ik heb verzonnen. Als je mee wilt helpen met er een hype van te maken van kipbal, dan raad ik jullie aan dit filmpje door te sturen naar vrienden, te delen op Facebook misschien zelfs, en ook als jullie nog ideeën hebben voor kipbal, of jullie willen de sport zelf eens proberen, stuur mij filmpjes door met jullie ideeën. En stuur mij ook filmpjes door via YouTube of eender welk kanaal, waarop je de sport probeert om te zien of het een hype zou kunnen worden. Alvast bedankt en help mee om kipbal een hype te maken.